Club opent de bekercampagne in het Pier Cornelisstadion van Eendracht Aalst. Het wordt tegen de tweede klasser een makkelijke overwinning. Het is moeilijk om een opening te vinden op het kleine veldje hier van het Pier Cornelisstadion. Zoeken en tasten. En die van Aalst zitten er nog kort op. Van Kleber nu toch. En daar is de kans en de goal. Rune Lange. En in de 15e minuut precies komt Club Brugge op voorsprong. De korte onvoldoende op dat schot van Anglebert. En Lange wijst nog maar eens een neus voor goals. Ballenban. Van der Heijden. Oh, bijna een goal en dan Lange. Het is toch 0-2 op een diefje voor Club Brugge, Lange met zijn tweede. Eerst Koen van der Heijden die zijn doelman daar in de problemen bracht. En dan was het simpel voor Lange. Alweer op de goede plek, dat wel. Van der Heijden had de bal. Roelands, goed gedaan. Ballenbaan geeft hem de bal ook terug. Roelands laat het over aan Auclebert. Ruimte daar voor Van Tornhout. Opwippertje 0-3. Dieter van Tornhout blij met de assist van Anglebert. Niet egoïstisch, zag er de ruimte voor van Tornhout en koelbloedig afgewerkt. 0-3 na 33 minuten. Royal Olympique Club de Charleroi Martien is de gast van club in de achtste finales. De leider in de hoogste klasse is de terugronde in de competitie goed begonnen en heeft weinig moeite met de derde klasser. Nieuwkomer Manasseh Issiakou geeft voor het eerst aan de aftrap zijn visitekaartje af. Daar is Issiakou en meteen de goal. Zijn eerste voor Club Brugge na 4 minuten spelen in de wedstrijd. Victor. De bal voor krijgen. Elke voorzet is gevaarlijk. Daar is Issiakou en de 2-0. Toch nog 2-0 voor de rust. 6 minuten nog te gaan. Simons. Flaming, knap gedaan. Goal! Bart Flaming, 3-0 dan toch. Net voor het half uur. Mocht ook al meedoen in de Supercup. Bart Flaming liet zich daar ook al in positieve zin opmerken. En dit is toch een staaltje van techniek. Kijk, en dan prima uitgehaald. Deed mij toen al denken aan Gaëtan Kleber een beetje. Dat type. Simons. Flaming. Issiakou. Van Tornhout, Moulou, Matondo, Van Tornhout, 4-0. En heeft hij krampen? Jawel, dat zal hem weinig deren. Scoorde ook in de competitie al. Een keer in de beker, op Aalst. En Hermans, in plaats van te vieren, gaat hij de kramp wegwerken. Moulou, Matondo. Haalt de bal aan Dieter van Tornhout. 4-0. Zeven keer gescoord, 0 doelpunten tegen. Het serieuze werk voor club begint pas in de kwartfinales. La Louvière is in de heenwedstrijd een taaie tegenstander. En de goal van Guilbault. En La Louvière 0-1 voor. En u weet in bekerwedstrijden hoe belangrijk uitdoelpunten zijn. Een trap voor La Louvière. Op een goede 25 meter van het doel. De bal is vrij. Die aan twee keer. 0-2. Dan komt Tsjech misschien vrij. Die wordt gepakt door de jongen bij Noor. We krijgen toch een penalty. Timmy Simons scoorde in de competitie al 5 keer van op de stip. Maar de druk is groot nu natuurlijk bij die 0-2 achterstand. En met een beetje geluk gaat die bal er toch in. Want Proto raakte hem nog tegen zijn gewoonte in. Koos hij geen hoek, maar rechtdoor. Cornelis ver richting Clément.
Hoog, maar niet zo ver. Iedereen naast de bal. En dan kan Dia uiteindelijk toch wegtrappen. Simons. Dat is een goeie voor Rozegna. Lange! 2-2. De scheve situatie is in extremis rechtgezet, maar de terugmatch blijft een lastige klus. Met 2 goals op verplaatsing voor de Wolven is club zo goed als verplicht om op Tivoli te winnen. Montoya brengt voor. De vuist van Boutina was nodig, want daar kwam Van Handenhoven. Brahami brengt opnieuw voor. Daar is Dia. Het is Elwa. Rozegna. Goeie bal voor Victor. Buitenom. Daar is Verheijen. Legt hem klaar. Bal werkt af en gaat erin. Alweer doet hij het voor Club Brugge. Gert Verheijen, 7 minuten van de rust. Brengt die Club Brugge weer op gelijke hoogte. Maartens. De man mee voor in te vinden. Gaat naar Blondel. Dat tikken daar in de 16 meter, dat lukt niet bij Brugge. Te veel volk. Geen ruimte. Recuperatie wel van Clément. En Blondel legt klaar voor Krukowski. Goeie voorzet. Lange op Proto. Die gleed weg op het moment dat hij naar die bal ging. En zo kom hij tekort. En Brugge 1-2 voor. Iets vooraf weg de tweede helft. Krukowski zet aan. Daar is de kopbal van Lange. En Proto die wegleidt. Bal op. 25 meter van het doel. Maarten staat ook klaar, maar het wordt al echt weer Tsjech. Met een voorzet voor Verheijen. Rozegnaal. 1-3. Daar laten ze zich toch makkelijk ringeloren bij La Louvière. En zo de match in een beslissende plooi. Nog een minuut of 11 te spelen. En Brugge 2 goals de voorsprong. Via David Rozegnaal. Toy is mee voorin. Mato nog. Bal wijkt af. En die gaat erin. 2-3. De halve finales en Lierse laat zich in het Jan Breydelstadion niet zo makkelijk opzij zetten. Helis of Tsjech. Het wordt Tsjech. De inswinger. De duwen van Clément. En hij kopt hem erin. Net als tegen Westerlo scoort hij met het hoofd. De goal van Clément is een hele belangrijke. Maar in volle eindfase van het kampioenschap midden mei is de terugwedstrijd op het Lisp niet bepaald een gezondheidswandeling. Voor de ploeg van Paul Put is het een grote kans op toch nog een geslaagd seizoen. De specialist naast Tsjech. Goeie bal, goal! Eigenlijk is het bijna voorspelbaar. Hij kan hem zowel in de rechterbovenhoek schieten als in de linkerbenedenhoek. En ja, Van der Straten kwam tekort. Het is 0-1 voor Club Brugge. En die ene goal is genoeg na een meer dan geslaagde campagne voor een 15e bekerfinale.